Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door mobiel.nl. Dit is Release Dilemma's. Ik ga hier op straat nieuwe muziek aan de mensen laten horen. En aan de hand daarvan 3 dilemma's voorschotelen. Vandaag het nieuwe nummer van Camila Cabello en The Baby, My Oh My. A black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. So am I. Naast wie sta ik? Naast mij. Naast mij. Hoe is het mij? Goed hoor. Ja? Ik zou het niet opzetten, zeg maar. Maar wel de koptelefoon, die zit hartstikke lekker. Wat vonden jullie van het nummer? Ik vond hem wel leuk hoor. Ja. Ja, nee, hartstikke mooi. Ja, leuk. Lekker voor in de auto. Heb je enig idee van wie dit nummer is? Het klonk wel bekend. Het is van deze dame. Nee, ik weet het nog steeds. Dit is het meisje. Oh, sure. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Camila Cabello. Yay! Oh ja. Zou je ze doen? Nou, misschien wel. Dat doe je leuk. Oh, dank je. Als je moet kiezen, kies je dan voor Camila of kies je voor Da Baby? Camila. Camila. Waarom? Dat is een vrouw. Ja, dan die vrouw vond ik wel knapper eruit zien. Ja. Maar hij ziet er wel gezellig uit, alsof hij aardig is. Ja. Zou je haar doen? Jazeker. Ja, eerlijke vent, ik hou ervan. Wat vind je ervan dat ze samen een nummer hebben gemaakt? Boeien me vrij weinig eigenlijk. Met welke artiest zou jij nog wel eens een nummer willen maken? Nou, met Marco Borsato lijkt me wel heel erg leuk. Dat is wel cult, natuurlijk. Brad Pitt, maar dat doet niks met zingen. Dan wil je stiekem mij pitten. Precies. Ik sla je met mijn ring. Kom. Nou. Ik sla je met mijn ring. Kom met mij in de ring. Sla je kapot, dus neem meer verzekering. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, so am I. Dat hij één ding van haar wil en daarna gaat hij weer weg. Keiharde seks, dat is eigenlijk wat ze zegt. Ze kijkt me aan, hoe? Nee. Seks is vies. Als je slim moet kiezen, seks op je eerste date of wachten tot je in een relatie zit? Ja, seks op je eerste date, kan wel. Ik zou wachten tot een relatie. Ja. Seks op de eerste date. Ik heb eens even een relatie en denk je, nou, dit gaat hem niet worden. Yo, ik ben al 100 jaar met dezelfde man. Maar... Nou, dan zeg ik seks op de eerste date. Nou, high five, heel goed. Wat heb je leuke oorbellen? Dank je. 2 verschillende. Awesome. Cool, wat vind je van mijn nagels? Nice. Heb je wel eens een gênante ervaring meegemaakt met een jongen en met je ouders? Dat mijn ex wakker werd in mijn stiefbroertje zijn bed met een hond in zijn armen. Dat is echt heel bizar. Ja. Ik was in een open relatie met een meisje en ik stelde haar voor aan mijn ouders. En haar vriend was er ook bij. Hij heeft, dus jullie zaten met z'n drieën en je ouders aan het dineren. Ja. Wauw. He was onto me, one look and I couldn't breathe. Oeh. Ja, gewoon één look en ja, zij freezed en ze wou hem gewoon. Liefde op het eerste gezicht. Precies. Geloof je er? Ja, ik denk wel dat het bestaat. Ja, ik denk het wel. Heb je het al eens gehad? Ja, het is een lang verhaal was dat. Daar moeten we echt eens een keer een koffietje voor gedrinken, denk ik. Om een lang verhaal kort te maken. Een paar jaar teruggezien, af en toe hier en daar en nu hartstikke gezellig. Lekker gewerkt, pik. Ja, toch. Het laatste dilemma, en dat is als je slim moet kiezen, kijk je dan liever de kat uit de boom of ga je er meteen op af? Er meteen op af, denk ik. Meteen voor gaan. Hup, vol erin. Meteen voor gaan. Nee, ik kan eerst de kat uit de boom kijken, maar ik denk meteen, ja, hup, meteen vol gas. Ben jij een versierder? Ik ben wel een versierder, ja. En hoe doe je dat? Ik heb een paar keer hintje gegeven dat we een koffietje moeten doen, toch? Dat wij een koffertje moeten... Oké. Versierd worden, vind ik leuker. Ja. Ik word ook liever versierd, ja. Ja. Net als die bomen achter ons. Ja. We worden ook liever versierd. Ja. Sorry, bijna kerst, toch? Ik vind mijn grapjes leuk. Het is echt top, dit. Ben je een spoorwegovergang, want je bent zo lekker ding. Als de droomman van je leven nu voor je staat en je moet hem versieren, hoe zou je dat dan doen? Als ik een slinger had, had ik hem om me heen gedaan. En had ik gezegd, nou, ik heb je versierd. Weet ik niet, zou ik iets van zijn kleren zeggen of zo? Weet ik veel. Hey. Ik laat me altijd versieren, dus dat doe ik niet. Goeie schoenen neuken? Ja, zoiets. Ja, leuk, ja. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van Release Dilemma's. Helaas, ik wil jullie vreselijk bedanken voor het kijken. Kan je er nou geen genoeg van krijgen? Check dan alle afleveringen nog eventjes terug.
Vergeet niet te abonneren op het 538 Plus kanaal en zet ook even je notificaties aan. Zo, ik heb mijn ziel weer verkocht. Ik wens jullie een fantastische kerst. Doei! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door mobiel.nl.